Geef me de sleutel van de zaal. Hoezo? Wat ga je doen? Wat denk je? Ik ga naar binnen natuurlijk. Het heeft geen zin. Het heeft geen zin om hier te blijven wachten terwijl Charlie misschien wordt neergestoken. De politie komt eraan. Waarom wacht je niet op ze? Omdat het wel eens te laat zou kunnen zijn. Nou, kom op. Je hebt toch al een loper? Of een reservesleutel? Zo'n hotel. Zie je. Dankjewel. Wacht nou even, wacht nou even. Wat denk je dat die Anton doet als jij daar binnenkomt? Die kan in paniek raken. Die kan dingen doen die jij niet op je geweten wilt hebben. Ik moet bij Charlie zijn. Jij kan Charlie alleen maar helpen als je hier blijft. En natuurlijk wil je er beschermen. Als Milan of Daantje daar zou zitten, dan zou ik ook naar binnen willen stormen. En dan zou jij me tegenhouden. Omdat je weet dat ik het alleen maar erger zou maken. Toch? Waar blijft die klote politie? Oké, iedereen opstaan, naar het licht. Opstaan. Jij ook opstaan. En snel. Snel, 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 snel. Jij ook snel, zei ik. Snel. En zitten. Iedereen zitten. Zitten. Anton, waarom neem je het geld niet aan? Je hebt het nodig. Het spijt me als ik je rot behandeld heb. Dat was niet persoonlijk. Maar dit wil je niet. Niet als vader, bedoel ik. Charlie is mijn dochter. Je wilt toch niet dat haar moeder vermoord wordt? Als je je mond even dicht houdt, kan ik nadenken. Kan dat gejank even ophouden? Jij bent niet meer bemoeid gehad, we waren hier al niet weg geweest. Oh, natuurlijk, dat is alles mijn schuld. Een beetje vent in ieder geval geprobeerd ons allemaal hier weg te krijgen. Laat onze kop houden. Het is een zij. En zij is dood als ze niet ophoudt. Blijf hier. Valérie! Jij gaat precies doen wat ik zeg. Anders gaat je dochter eraan. En maar doen alsof je met me meedoet. Ik ben ze bijna ingetrapt. Laat Charlie erbuiten. Jij hebt ons allemaal in deze situatie gebracht. Als jij me niet had ontslagen, was er niks aan de hand. Dus kom hier. Of kan het je eigenlijk niks schelen? Ik heb je moeder nog nooit over jou horen praten. Wat denk je? Houdt ze wel van je? Laat hem klitsen. Ga weg, haal de politie. Geen woord! En ik maak eraf. Erg, hè? Als je je kind bijna verliest. Jij. Pak die jerrycan met spiritus. Anton, denk nou na. Mijn voorstel staat nog steeds. Ik heb een ander voorstel. De volgende keer dat iemand één verkeerde beweging maakt. En ik zweer het je. Ik steek de boel in de fik.